Persoonlijk leren is leuk. Omdat je echt een vrije keuze hebt in hoe je te werk gaat, op school en ook thuis. Omdat je zelf op je eigen tempo kan werken en je kan veel samenwerken. Omdat je heel veel flexibiliteit hebt in de toetsen en in de vakken zelf. En je kan helemaal je eigen leeromgeving maken. Om te beginnen wilde ik even met jullie de grid doorlopen. Op Metermeer werken een aantal klassen nu met persoonlijk leren. Bij het traditionele lessysteem heb ik een klas en geef ik ook klassica les. Dus ik bepaal van tevoren wat de leerlingen moeten doen. Ze moeten allemaal hetzelfde doen. En bij persoonlijk leren hoeft dat niet meer. Jans? Persoonlijk leren is dat je werkt met grids, een soort van periodeplanner. Waar per vak de opdrachten op staan die je voor die periode moet gaan maken, maar ook wat je per les gaat doen. En ja, dat je zeg maar een beetje op je eigen tempo kan werken en zelf heel veel kan inplannen. En ook dat je veel in het OLC zit met de OLC-docenten. Het OLC is open leercentrum en daar kan je je werk maken of iets leren. En dan dat je in de klas zit, dan krijg je uitleg van de leraar. En dan het OLC, dan krijg je de opdrachten ervan en dan huiswerk. Maar je kan ook zelf kiezen waar je aan gaat werken. Je hoeft niet per se aan het vak te werken waar je erin zit. Deze manier van onderwijs heeft mijn werk heel erg veranderd. Ik moet bijvoorbeeld veel eerder nadenken over mijn planning in een periode. Ja, en daarnaast dus moet je wat meer nadenken over werkvormen in de klas. Dus hoe ga ik nou zorgen dat bepaalde leerlingen sneller kunnen werken en anderen wat meer uitleg kunnen krijgen? Wat doet de rest dan? Inherent aan een veranderingstraject is natuurlijk dat je sommige dingen die je fijn vindt, die je vertrouwd vindt, overboord moet gooien opeens. Dus soms zorgt dat een beetje voor onrust, maar het betekent ook heel veel kansen. Want als je sommige kaders waarvan je altijd dacht dat ze er waren opeens weghaalt, wat is er dan mogelijk? Nou, wat je ziet is dat heel veel mensen het nieuwe proces van gepersonaliseerd leren omarmen. Mensen zien er een uitdaging in. Mensen zien dat ze nu opeens de mogelijkheid hebben om bepaalde dingen te doen waar eerst die mogelijkheid niet was. En mensen worden ook weer getriggerd om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat is goed onderwijs. Dit proces heeft er ook veel meer toe geleid dat we naar leerlingen zijn gaan luisteren. Dat we aan leerlingen opeens hebben gevraagd van, ja, wat vind jij eigenlijk goed onderwijs? En wat past bij jou? En hoe kunnen we dat faciliteren? Ik vind het zelf ontzettend belangrijk dat leerlingen een heel breed beeld gaan krijgen van zichzelf. Dat ze ook heel erg gaan realiseren van, ja, wie en wat ben ik nou eigenlijk? En wat heb ik in huis? En wat kan ik daarmee doen? Onze dochter is sterk gegroeid in haar persoonlijkheid. De overgang naar de middelbare school en met name het stukje persoonlijk leren zorgde ervoor dat ze meer als persoon gezien werd dan als onderdeel van de groep waar ze maar in mee moest. Ik vind dat ze een veel duidelijker, krachtiger persoon is geworden daardoor, omdat ze dingen zelf mag bepalen. Op de basisschool was alles heel streng en alles moest volgens een boekje, maar nu hoeft dat niet meer. Want als je nu iets wil maken aan het eind van de periode of aan het begin of aan het eind van de week of aan het begin van de week, maakt helemaal niks uit. Dat kan gewoon kiezen wanneer je wil. Door persoonlijk leren zijn mijn resultaten veel beter geworden dan op de basisschool. Ik vind dat er meer persoonlijk leren lessen mogen zijn. Maar ja, ik zou het wel fijner vinden als de normale docenten iets meer je erin zouden begeleiden. Omdat dan word je nog meer gestimuleerd. Die verantwoordelijkheid, zeg maar, dat je het echt per se af moet hebben en dat je niet echt meer altijd hulp is van een leraar, dat is moeilijk soms. Maar ja, daar leer je ook mee omgaan dan. Ik denk dat gepersonaliseerd leren de toekomst van het onderwijs is. Je merkt toch steeds meer dat er individuele leervragen komen, dat je leerlingen niet op dezelfde manier naar het diploma kan helpen en dat leerlingen ook steeds meer de vraag hebben om het beste uit zichzelf te halen. Ze worden verantwoordelijker, dus ze moeten echt gaan kijken van oké, dit is het werk dat ik moet doen. Hoe ga ik dat nou doen? Wanneer ga ik het doen? En in het begin gaat dat vaak mis, dus het is een harde leerweg ook wel voor ze. En om daar nu al mee bezig te zijn, nu al over na te denken, ook dat eigenaarschap te nemen van het eigen leerproces en dan met de docenten als coach, als hulp, ik denk dat dat uiteindelijk in het voordeel van de leerling gaat werken.